welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik bij jullie terug met een nieuwe make-up tutorial. Ik ga vandaag een reversed cat eye make-up look maken. De eerste keer dat ik deze look heb gezien was op Kim K. Ze was volgens mij naar de Met Gala gegaan en ze had een prachtige reversed cat eye, wat inhoudt dat je een soort van cat eye look maakt, maar dan alleen maar onder bij je ogen op de onderste wimperrand. En op de een of andere manier is deze look nou helemaal ontploft op TikTok. Volgens mij begon het allemaal bij een jongen en hij plaatste een video met echt een prachtige reversed cat eye look. Ik zal de video jullie eventjes laten zien. Is dit niet echt prachtig? En er zijn echt nog een heleboel andere video's van mensen die deze look maken. En ik vond hem echt zo mooi. Ik dacht, ik ga hem ook maken. Ik moet wel zeggen, ik heb vrij ronde ogen. En dat is niet echt de beste oogvorm voor zo'n make-up look. Maar ik ga het toch gewoon proberen en hopen dat het er gewoon goed uit gaat zien. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. En vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze make-up tutorial. Oké. Ik ga wel vandaag eerst beginnen met mijn gezichtsmake-up en dan pas gaan we beginnen aan de ogen. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkbrauwen en een dagcrempje en zonnebrandcrème op en that's it. De make-up look die ik vandaag maak hou ik echt de hele dag op. Het is nu pas 11 uur en ik ga om 6 uur uit eten. Ja, I know mensen, ik ga weer uit eten. Deze look moet het echt zeker 10 uur goed vol gaan houden. Dus ik ga mijn gezicht primen met de Revolution Relove Power Fix Primer. Die is er echt op gericht om je make-up goed te laten zitten en ook extra lang te laten zitten. Is gewoon zo'n wittige substantie. Dan ga ik in met mijn Elf Body Primer. Hier zo voor bij de poriën om het daar lekker smooth te maken. Breng deze primer niet aan over je hele gezicht, want dat gaat echt niet werken. Oké, dan foundation. Ik wil echt een volledige dekking, dus ik gebruik mijn Be Creative Makeup Wonderwear Foundation in de kleur 4W. Deze is echt super mooi en heeft echt een volledige dekking. Dan ga ik mijn gezicht cream bronzen met de Elf Body Bronzer in de kleur Bronzed Bell. Heel veel mensen vragen mij waar je hem kunt halen. Hij gaat worden verkocht bij Douglas, alleen hij is er nog niet. Misschien als deze video online komt dat hij er wel is, maar voor nu is hij er nog niet. Maar hij komt eraan. Ik heb hem al omdat ik een samenwerking had op Instagram met Elf. Dus hun hebben hem mij gewoon opgestuurd. Maar hij komt eraan, jongens. Dus maak je niet druk. En hij is echt geweldig. Dat hebben jullie ook gezien in mijn fave make-up video die ik laatst heb gepost. Ik vind hem echt super, super fijn. I love it. Hij heeft ook een vrij lichte dekking. Dus hij is gewoon lekker opbouwbaar zonder dat je te veel in één keer aanbrengt. Dus echt heel makkelijk om mee te werken. I love it. En dan als concealer ook de Be Creative Makeup Wonderwear Concealer in de kleur 5W Medium Warm. Nee, wacht. Ik ga voor de lichtere kleur. Ik ga voor 4W. Kijk, dit is het verschil. De ene is iets donkerder, de andere iets lichter. Ik ga voor iets lichter vandaag. Deze heeft ook echt een volledige dekking. I love it. En dan ga ik baken met poeder. Ik gebruik mijn Coty Airspun poeder. Deze is echt amazing. Ik heb de versie met extra dekking en I love it. Dit maakt je gezicht echt super mooi mat. Het droogt je gezicht niet uit en het lash make-up lekker lang goed zitten. Dan ga ik mijn neus contouren met mijn Revolution Contour paletje en ik gebruik deze kleur hier. En dan mijn Action Fixing Spray om mijn gezicht te hydrateren. Oké, dan is mijn basis helemaal klaar. Ik denk dat het dan nu het tijd is om te gaan beginnen aan de ogen. Deze ooglook is op zich vrij makkelijk omdat je niet heel veel kleuren hoeft te hebben. Je hoeft alleen maar een lichte bruine kleur te hebben voor in je crease. En een zwarte kleur voor hier beneden. Dus het paletje die ik gebruik is dit Super Spice paletje van Revolution in samenwerking met Sove. En die heeft hier de perfecte kleuren voor. Een hele diepe zwarte matte kleur hier beneden. En twee bruinige kleuren voor in mijn crease.
Dus ideaal voor deze look, lijkt mij. Dus laten we inzoomen op de ogen en dan gaan we beginnen. Oké, we zijn ingezoomd. Laten we beginnen. Ik heb al gepruimd met concealer, dus die stap kunnen we overslaan. Ik begin met een lichte bruine kleur hier. Die heet Cookie Dough. Die breng ik heel lichtjes aan in mijn hele arcadeboog. Maar echt maar een heel klein beetje om gewoon een klein beetje definitie te creëren. Zo, en that's it. We gaan letterlijk niks meer doen hierboven. We gaan ons nou helemaal richten op de onderste wimperrand. Ik hoop echt dat dit gaat lukken. Oh my god. Ik heb hier zo niet de juiste oogvorm voor, maar oké. Het is belangrijk dat je een goed zwart oogpotloodje hebt. En die heb ik. Deze is van Estée Lauder in de kleur Onyx. En dit is echt een hele diepe zwarte kleur. Dit is echt een fantastisch zwart oogpotloodje. Kost wel wat, maar dan heb je ook wel wat. Oké, ik ga beginnen met het aanbrengen in mijn hele waterlijn. Zo, en dan ga ik hem aanbrengen op de onderste wimperrand. Ik maak gewoon zo een streep. Maak het niet te dik, want je gaat nog blenden. En anders krijg je echt een panda oog. En dat wil je echt niet. Zo, en wat je dus wilt gaan creëren is een winged lijn. Maar dan hier beneden. Dus we gaan het hier ook een beetje blenden naar buiten. Maar echt maar een heel klein beetje. Zo, en dan ook naar binnen. Dan ga ik in met deze zwarte matte kleur, die heet Night Owl. Dan pak ik zo'n hele scherpe kwast. Dit is de Zoeva 317 kwast. En dan ga ik het aanbrengen op het oogpotloodje en een klein beetje uitblenden naar beneden. Maar echt maar een heel klein beetje. Het moet wel een beetje een soort van strakke lijn blijven. En dan ga ik hier zo een wing creëren. En dan ook hier in de binnenste ooghoek. Oké, de hele lijn is nou helemaal gezet. Nou ga ik het smoky maken. Daarvoor gebruik ik zo'n smudger kwast. Dit is de Zoeva 226 kwast. En dan pak ik weer een heel klein beetje van die zwarte kleur. En dan ga ik het hier een beetje smudgen. Dan pak ik de bruine kleur hier. Die heet Cereal. En met die kleur ga ik het ook een beetje uitblenden. Ik ga gewoon alleen maar over de rand, zeg maar. Oké, dan ga ik de lijn een beetje strakker maken met deze kwast. Er zit nog een beetje concealer op, want ik heb hem gebruikt om mijn wenkbrauwen strak te maken. En dan ga ik er hier zo overheen en dan maak ik de bovenkant een beetje strakker. Niet onder dus, maar echt alleen maar hier. Oké, jongens, dit is echt goed gegaan. Het is gewoon helemaal perfect gelukt. I love it. Dan is het nu tijd voor een beetje mascara. Ik gebruik mijn Essence Lash Princess waterproof mascara. En als nep wimpers gebruik ik mijn TL19 wimpers van Tati Lashes. Oké, wimpers zitten erop. I love it. Ook een beetje mascara op de onderste wimpers. En dan zijn we klaar. Oké, de ooglook is helemaal klaar. Ik ben echt trots op mezelf. Het is echt beter gegaan dan dat ik had verwacht. Ik vind het ook beter staan dan dat ik had verwacht. Ondanks mijn ronde oogjes. Ik vind het echt best wel cute. Wat vinden jullie? Let me know beneden in de reacties. We gaan nou uitzoomen en verder met mijn gezichtsmaker. Ik ga mijn gezicht bronzen met mijn Huda Beauty Glowish Bronzer in de kleur 3. Als blush ga ik in met deze blush van Kylie Cosmetics in de kleur We Are Going Shopping. Is een hele mooie peachy kleur. Dit is nog wel van de oude collectie, dus vandaar dat de verpakking een beetje anders is. Aangezien ik dit soft paletje heb gebruikt, lijkt het mij wel leuk om dan ook de highlighter van de collectie te gebruiken. Dus ik ga in met deze en ik mix gewoon een beetje beide kleurtjes. En voor de lippen gebruik ik een MAC Cosmetics combo. Ik gebruik lippotloodje in de kleur Strip Down. En dan lipstick in de kleur Honey Love. Is een hele mooie lichte nude kleur. Dit is echt de mooiste nude lip combo ever. Ik vind hem echt fantastisch. En dan wat setting spray. Wat gaan we vandaag gebruiken, jongens? Ik denk dat ik ga voor mijn professional spray van Benefit. Want die maakt mijn gezicht altijd zo mooi egaal.
Nou jongens, dit was dan de reversed cat eye make-up look. Laat me weten beneden in de reacties wat je ervan vindt. Ik vind het mij echt beter staan dan verwacht. Ik had echt niet verwacht dat het mij goed ging staan. Omdat ik dus echt van die ronde ogen heb. Maar het staat echt beter dan verwacht. Is dit een look die ik elke dag zou dragen? Nee. Maar ik vind het wel leuk om het gewoon één keertje te hebben geprobeerd. En het ging echt beter dan verwacht. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik ben echt super super benieuwd wat jullie ervan vinden. Let me know. Laat me ook weten of dit een look is die jullie zouden dragen. Ik denk heel veel niet. Maar ik denk ook wel dat er wel hier en daar mensen zijn die dit echt wel gewoon kunnen dragen. Net als ik. En zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. En ik jullie weer een beetje heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!